بل وأكثر من ذلك يا داليا، فالشجرة والبيت لرجل مثل أبي، زرع الشجرة حتى أثمرت، وبنى البيت بكده وعرق جبينه ليسكنه لا ليفقده. وحينما فقد أبي البيت والشجرة بفقدان الوطن، فقد بصره، أصبح ضريرا، لكنه اختزن محبة للشجرة وللبيت، أفرغها في تلك الليلة بخلوته مع حبة الليمون. One unforgettable day, your father came to our house in Ramla accompanied by your brother. Your father was then old and blind. He touched the rugged stones of the house. He then asked if the lemon tree was still in the backyard. He was led to the abundant tree which he had planted many years before. He caressed it and stood silent. Tears were rolling down his face. Dit is een verhaal over vijanden die nu vrienden zijn, maar eigenlijk ook nog steeds vijanden. Over de Israëlische vrouw Dalia en de Palestijnse man Bashir. Maar het is vooral een verhaal over dit huis. Een oud Arabisch huis in het Israëlische stadje Ramle. Bashir woonde in dit huis. Hij was 6 jaar oud toen hij met zijn ouders moest vluchten. Dat was in 1948. Later in datzelfde jaar, 1948... werd dit huis toegewezen aan de ouders van Dalia. Ze was toen net 1 jaar oud. David Ben-Gurion, de minister-president, arriveert voor de grote zitting waarbij de staat Israël was uitgeroepen. Kort na de proclamatie werd Israël reeds door enkele regeringen de facto erkend. In de straten van de stad werd de bevolking onder andere door aanplakbiljetten van de geboorte van de nieuwe staat in kennis gesteld. Nu de Britse blokkade automatisch is opgeheven, stormen schepen met immigranten de havens binnen. Velen van hen hadden de reis. In the very early years, there were a lot of, I would say, European survivors in Ramle. And I remember in the school that there were these children who were my age, who were born after the Holocaust, who were completely out of it. It cannot be described. It was as if they had... De onafhankelijkheidsoorlog van 1948 biedt een groot deel van de Joodse diaspora een vlucht uit de herinneringen van de Holocaust. Een terugkeer naar het land van de vaderen. Maar twee volkeren in één huis is dringen. Net als honderdduizenden andere Palestijnen wordt de familie van Bashir uit het nieuwe Israël verdreven. Een nieuw trauma is geboren. Rimaï al-Israëliye inna. Kunna kutal bashariye bin aish fi ghuraf tawabiq ardiye fi biyut. Ba'dha دخل الجيش الإسرائيلي طلب من السكان أنه يطلعوا خارج البلد. بذكر يعني صارت شيء شبه هستيري عند الأكبر منا، الكل بيبكي، الكل يعني بده يفقد كل شيء. طب وين نروح؟ The children would gather here for playing and for storytelling. I had a sheep which my parents thought was a female sheep to give milk, but it turned out to be a male sheep. So we had a relationship with this sheep like with a dog. I mean, the sheep followed me everywhere into the house and out of the house, and I loved Betsy very much. Even as a child, I always asked, what is it, an Arab house? You know, we live in an Arab house, so what is it?
what does it mean? And I was told, yes, people fled during the war and left their soup on the table. And I was wondering about that. Ramle was honderden jaren lang een centrum van politiek en cultuur voor de Palestijnse Arabieren. Een belangrijke pleisterplaats langs de eeuwenoude weg tussen Jeruzalem en Jaffa, het tegenwoordige Tel Aviv. Ramle telt nu 65.000 inwoners. Er wonen veel nieuwe immigranten uit Rusland en Ethiopië. En er wonen nog 12.000 Palestijnen in Ramle. Israëlische Arabieren heten die officieel. Velen teruggetrokken in verwaarloosde wijken, te midden van verschrompelend Arabisch erfgoed, waar Bashir nog maar moeilijk de weg zou terugvinden. Watan faqadna, beet faqadna, faqadna watan. الوطن بالنسبة إلي البيت اختزن محبة كبرت شيء فشيء شكلت اللي هي مشاعري الحقيقية توجهات الحقيقية تجاه وطن فقد. We grew up with the story of the enemy, and the Arabs in general were considered the enemy. And it took meeting the Palestinian family to realize that there was another reality. De Zesdaagse Oorlog in 1967. In een bliksemoffensief wordt de westoever van de Jordaan door de Israëli's veroverd. Ramallah, de stad waar de familie van Bashir in ballingschap leeft, ligt plotseling in door Israëli's bezet gebied. Dat biedt Bashir de mogelijkheid kort na de oorlog een reis te maken naar zijn geboortegrond. Naar het huis van zijn voorvaderen. فتح الباب وجدت نفسي أمام فيما بعد تعرفت عليها اللي هي داليا بنت في هذيك الفترة فتاة عمرها حوالي 20 سنة من أول يعني ما شفتها على باب البيت قلت لها إنه أنا يعني صاحب البيت قبل 48 هل يمكنني دخول البيت مشان اتفرج عليه؟ ردت انه ليش لا؟ تفضلوا. بشير الخيري said, I was born in this house and please could we just come and see it? And immediately I said, yes, you're most welcome. And it felt in a way as if unconsciously, I was waiting for them all those years. Als aandenken krijgt Bashir een handvol citroenen mee, die hij terug in Ramallah aan zijn ontroerde vader geeft. Een paar nachten later wordt Bashir wakker van een onbestemd geluid in het huis. ماسك حبة الليمون في ايده ببوسها وبيبكي انا لما شفت المنظر هذا يعني ثبتت هيك في مكان انهزيت من اعماق اعماقي وسحبت حالي على اطراف اصابعي عدت مرة تانية للسرير تبعي حاولت انام ما حكيتش مع والدي اي شيء حاولت انام ما قدرتش انام هذيك الليله طول الليل وانا ابكي
23 februari 1969. Bij een van de eerste Palestijnse aanslagen op een Israëlisch burgerdoel vallen 2 doden en 8 zwaar gewonden. Bashir wordt veroordeeld als medeplichtige aan deze aanslag en verdwijnt voor 15 jaar achter Israëlische tralies. When I heard that, I became very sad. I felt betrayed. And at that point, the connection with the family stopped and with everybody. I just needed time to integrate that and to... I didn't think that this was a response that could contribute anything but a cycle of ongoing violence. Ramallah valt nu onder Palestijns bestuur. Na de lange jaren van de Intifada bruist de stad van economische activiteit. Bashir is hier een gerespecteerd man. Een van de leidende figuren van het Volksfront voor de bevrijding van Palestina van George Habash. Bashir Kairi. Een man die vol zit met onverwerkte jeugdtrauma's. Een man die altijd zijn linkerhand verbergt. I did not know at the time that Bashir lost 4 fingers as a 6-year-old when he was playing with a grenade. In Gaza, as a refugee from Ramla. Now, can you imagine a 6-year-old playing with something that he thinks is a toy, and it's a grenade and it explodes in your hands, and then you are told that these grenades are the Zionists have put these grenades there, then how do you grow up? فهذه جرائم الحركة الصهيونية ضد أطفال فلسطين. هلا اللي خايفين هم من الكيماوي. ما كانوش بيخافوا على اللي زينا بأنه يعبث بقنابل زي هذه ويعيش مشوه طول عمره. هاي الاحتلال. احتلال مزروع في كل واحد فينا. الاحتلال خلق جرح في كل إنسان فينا. كيف بدنا نقبل الاحتلال؟ كيف بدي أقبل أنا بسلام؟ Een half jaar geleden stierf de citroenboom. Koppig houden een paar uitgemergelde citroenen zich vast aan de dunne, dode takken. Zoals er zich nog maar weinig Israëli's en Palestijnen koppig vasthouden aan de hoop op een snelle vrede. Maar zolang mensen als Bashir en Dalia elkaar respecteren, hoeft de toekomst niet met bloed gekleurd te worden. Toen Dalia het huis wilde verkopen en het geld overmaken aan de familie van Bashir, bedacht die iets heel anders. Noem het de inspiratie van de hoop. We believed that they were our partners and that we were tied together by fate, you know, and that we had to find a resolution for the house together. So Bashir immediately said, "No, no, no reparations, and this house is my patrimony. And I would like the house to be used for the Palestinian children who are still in Ramla." And Yecheskel and I said, "Yes, what a wonderful idea."